De Mol Oosterhout wordt mede mogelijk gemaakt door Jong, Café de Beurs, Albert Heijn Keiweg en Theater de Schelleboom. Vrouw nog in het spel. Voelt best goed. Eigenlijk het vertrek van Sharon vind ik heel jammer. Omdat Sharon mij heel verdacht vond. Ik kan die mannen zeker wel hebben, denk ik. Ja. Ik had niet aanzien komen dat Sharon weg zou gaan. Ik vind het ook wel jammer. En ja, als Sharon beter boven de bed had gekeken, dan had ze hier waarschijnlijk gewoon nog gezeten. Dus ja, ik vind het echt jammer dat ze weg is. Oké, kandidaten. Jullie hebben net weer afscheid moeten nemen van iemand. En er gaat echt nog iemand naar huis straks. Jullie kunnen nog wel wat geld verdienen nu. €4750 staat er nu op het spel. Het enige wat jullie hoeven te doen is eerlijk antwoord geven. Ik ga jullie zometeen 3 vragen stellen. De eerste vraag is een goed antwoord €200 waard. Bij de tweede vraag is een goed antwoord €250 waard. En bij de derde vraag is een goed antwoord €500 waard. Jullie mogen allemaal antwoord geven. Je mag ook weigeren antwoord te geven. Je mag ook liegen natuurlijk, maar dan komt er geen geld in de pot. Oké, zullen we links beginnen? Laura. Heb jij 1 of meerdere jokers ingezet bij de laatste test? Ja. Bram, dezelfde vraag. Heb jij jokers ingezet bij de laatste test? Ja? Oké. Okay. Quinten, jij? Oké. Okay. Jury? Nick? Nee. Oké. Okay. Goed om te weten. Ik zal straks niet vertellen wie er wel of niet gelogen heeft. De tweede vraag. Welk antwoord heb je gegeven op de vraag, is de mol een man of een vrouw op de laatste test, Laura? Oké. Okay. Bram. Man. Oké. Okay. Quinten. Man. Oké. Okay. Nick. Goed, dan gaan we door naar de laatste vraag. Voor €500 per goed antwoord. Laura, wie heb je ingevuld als mol op de laatste test? Oké, okay. Ram, wie heb jij ingevuld als mol op de laatste test? Niek. Oké, okay. Quinten. Die heb jij ingevuld als mol op de laatste test. Oké. Okay. Jury. Die heb jij ingevuld als mol op de laatste test. Niek. Oké. Okay. Niek, die heb jij ingevuld als mol op de laatste test. Ik pas. Oké. Okay. Dan zal ik zo terugkomen met hoeveel jullie wel of niet hebben. De antwoorden zijn geteld. Nu is nog maar de vraag dat jullie allemaal een beetje eerlijk zijn geweest. Zullen we gaan tellen? Ik heb hier het geld dat jullie hebben verdiend. Dat is 1000, 2000, 3000, 3500, 3600, 3700, 3750 euro. Mist dus toch 1000.
penningmeester. Alsjeblieft. Niet te veel. Oké, kandidaten, de volgende opdracht. Allereerst wil ik even een volgorde bepalen voor deze opdracht. Aardjes nummer 1 natuurlijk. Die mogen het allemaal gewoon laten zien. Even kijken, Quinten 1, Jure 2, Lara 3. Zie je Ram 4 en Niek 5. Oké, okay. Zometeen ga ik jullie één voor één meenemen het bos in. Daar krijgen jullie een belangrijke keuze. Goed, Quinten nummer 1, dus mag jij met me meekomen? Deze meenemen? Ja. Jij krijgt zometeen een belangrijke keuze. Je mag kiezen, wil je daarheen, 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 daarheen of daarheen. Dan moet ik nu kiezen. Ja. Oh. Ik wil daarheen. Daarheen? Ja, doe maar mee. Oké. Goede keuze lijkt mij. Maar je mag niet alles meenemen. Er ligt hier 1000 euro. En een joker. Je mag één van de twee in je broekzak stoppen meenemen. Oké, okay. Helemaal naar achter toe. Je krijgt de keuze. Een joker of geld. Je mag hem meenemen, je hoeft niks te zeggen tegen de rest. Kun je snel wat je wilt? Welke 500 euro? Oké, okay. Hoop dat je er geen spijt van krijgt. Je mag kiezen welke kant je op wilt ten eerste. Daarheen, wil je daarheen of wil je daarheen? Twee. Daarheen? Ik maar mee. Oké. Okay. De keuze is makkelijk. Je kan nu een joker kiezen of je kan niks meenemen. Bram. Je kan nu kiezen, wil je geld voor de pot, ja, of een joker voor jezelf? Okay. Denk er goed over na. Okay. Mag ik even? Niek, je ziet hier een joker liggen en geld voor de pot. Ja. Jij mag nu gaan kiezen, wil je de joker of neem je het geld mee? Je mag er even over nadenken. Ik lag alleen een joker. Dus wel of niet. Ik had wel op kunnen kiezen. Ja, dat was een keuze snel gemaakt. Ja. Bij mij. Ja. Nee, ik kon kiezen. Ik wil ook een joker en een vijf. Ja. Tussen 12, 100 of een zwarte vrijstelling. Kandidaten, jullie hebben net allemaal een keuze gehad. Zullen we eens kijken hoe dat is uitgepakt? Ik wil graag van iedereen die geld heeft, nu het geld. Nog 500. Dat was het. Niemand verder geld. Oké, okay. Penningmeester. 1000 euro voor de pot. Tot straks. Ik ga de opdracht uitleggen. Hier achter mij zien jullie een tafel. Op die tafel zijn 10 verschillende bordjes en er staat iets op. Er valt vandaag voor iedereen een vrijstelling te verdienen. Zullen jullie even iets dichterbij komen kijken? Zoals jullie zien staan jullie namen op de bordjes. Al jullie namen. Het bordje kan betekenen dat je een vrijstelling hebt. Ook zijn er andere bordjes te vinden met ook waardevolle spullen erop. Zometeen ga ik jullie allemaal vragen stellen.
vragen kan je beantwoorden met A of B. Heb je het goed, krijg je een puzzelstuk. Als je alle puzzelstukken hebt, mag je beginnen met puzzelen. De volgorde van wanneer iedereen klaar is met zijn puzzel, betekent de volgorde waarin we dit spel zo meteen gaan spelen. Wat er zo meteen gaat gebeuren bij deze tafel, is dat de eerste een bordje mag pakken en een bordje kapot mag maken. Dat wil dus zeggen dat de eerste ook kan kiezen om zijn eigen naam te pakken en iemand anders naam kapot te maken. Er moet iemand naar huis straks. Je mag natuurlijk ook kiezen om iets anders te pakken en iets anders kapot te maken. Maar we gaan eerst de puzzels verzamelen. Er zijn 14 vragen en er zijn 7 puzzelstukken. Mocht het zo zijn dat je na 14 vragen nog niet je 7 puzzelstukken bij elkaar hebt, dan kan je voor €50 per puzzelstuk uit de pot extra puzzelstukken kopen. Sterker nog, je zal dat moeten. Oké, mocht jullie weer terug gaan staan op de plek waar je net stond, dan krijgt iedereen van mij een kaartje met A en B. Jullie krijgen per vraag 3 seconden om na te denken en dan mag je je keuze hoog boven je hoofd houden. Heb je het goed, krijg je een puzzelstuk, gaan we door naar de volgende vraag. Als je dus 7 puzzelstukken hebt, mag je beginnen met puzzelen. De anderen gaan door met vragen beantwoorden. Is dat duidelijk? Oké, dan gaan we beginnen. De puzzel moet een vierkant vormen. Alle puzzelstukjes moeten gebruikt worden, er mogen geen gaten in zitten. 1 solide vierkant. Goed. We gaan naar de eerste vraag. Hoe vaak mag de bal stuiteren bij rolstoeltennis? A. 2 keer. B. 3 keer. 3, 2, 1. Het antwoord is A. Jullie 3 krijgen een puzzelstuk. Tweede vraag. Wat is het hardste materiaal van het menselijk lichaam? Is dat A. botweefsel of B. tandglazuur? 3, 2, 1. Allemaal goed, allemaal een puzzelstuk. Oké, vraag 3. Wat bestudeert een osteoloog? Is dat A, spieren, B, botten? 3, 2, 1. Allemaal goed. Vraag 4. Hoe heet de voorzitter van de Provinciale Staten? Is dat A, minister-president? Of B, commissaris van de Koningin? 3, 2, 1. Dat is antwoord B. 3 mensen hebben het goed. De volgende vraag. Uit hoeveel kaarten bestaat een set tarotkaarten? Is het A, 78 of B, 82? 3, 2, 1. A is goed. Vraag 6. Waar houdt een podoloog zich mee bezig? A. Kinderen of B. Voeten? 3, 2, 1. Allemaal goed? Volgende vraag. Vraag 7. We zouden nu in principe af kunnen hebben. Hoeveel pottenbakkerijen waren er in Oosterhout? Is het A. 14 of B. 14? 3, 2, 1. B is goed. Vraag 8. Hoeveel tennisballen waren er te verkrijgen bij tennisballetje, tennisballetje? A. 38. B. 41. 3, 2, 1. Allemaal goed. 7 puzzelstukken heb je nu met puzzelen. De volgende vraag. En dan komen we beginnen aan wat ik graag noem de onmogelijke helse puzzel van Wie is Tom. Als alle kandidaten aan het puzzelen zijn, mogen ze als ze willen een hint vragen. Dat kost wel geld uit de pot. €350 uit de pot. Ja.
maximaal 2 hints in petto. Maar als je alle 2 die hints al hebt gekocht, mag je voor 250 euro 3 seconden naar de uitkomst kijken. Oké, de volgorde is bepaald. De eerste, Yuri, Quinten, Bram, Niek en Laura. Kies goed en bedenk, er moet vanavond iemand naar huis. Er mogen uiteindelijk maximaal 3 mensen een prijsstelling verdienen. Ik wil jullie allemaal vragen om met je rug naar de tafel toe te gaan staan. En ik roep één van jullie om zijn beurt hier naartoe. Diegene kiest een bordje voor zichzelf. Die mag je aan mij geven. En je mag 1 bordje in de emmer leggen. En dan heb ik een jeu de boule bal. En die mag je er bovenop gooien. Zodat het bordje officieel kapot is. Oké, Yuri. Je mag komen. Je mag eerst een bordje voor jezelf kiezen. Die neem je mee. Mag je een ander bordje kiezen en die wordt verwoest. Mag je in de emmer. Mag je deze er bovenop laten vallen. Oké. Mag jij staan. Dan, Quinten. Kom erbij. Je mag 1 bordje voor jezelf kiezen. Oké, die mag je bij je houden. Het andere bordje mag je in de emmer leggen en kapot gooien. En bij voorkeur kapot. De volgende, Bram. Kom erbij. Je mag 1 bordje voor jezelf pakken. En dan mag je 1 bordje kapot gooien. Bal. Oké. Niek. Pakken voor jezelf. En dan mag ik nog 1 bordje kapot gooien. Je mag 1 bordje kiezen en 1 bordje kapot gooien. Oké, dan mag ik even bij je. Dan mag je de andere in de emmer leggen. Dan mag je de bal erop laten vallen. Oké. Kom maar mee. Nee, waar de eerste zit er zo uit. Oké, iedereen heeft een bordje gekozen. Ik hoop dat jullie er nog niet al te blij mee zijn, want we gaan hier nog eerst een ander spel mee spelen. Jullie mogen allemaal je bordje bij mij inleveren. Dankjewel. Jullie mogen heel eventjes daarvoor wachten en dan roep ik jullie als jullie kunnen komen. Oké, welkom. Kom er allemaal even bij. Hier in het midden zien jullie verschillende bordjes. Op die bordjes staan geldbedragen, de bordjes die jullie net hebben gekozen. En in het midden is 1 bordje die ervoor zorgt dat de zwarte vrijstelling verdwijnt uit het spel. Gooi je een naam kapot, is degene zijn vrijstelling kwijt. Dus voor degene die een bordje met een naam hebben, Quinten, Yuri, Bram. Jullie moeten zorgen dat jullie bordjes heel blijven. Dan verdienen jullie de vrijstelling. Daarnaast liggen er dus geldbedragen.
gooi je een geldbedrag kapot, komt dat vanzelfsprekend in de pot. Daarnaast zijn er dingen als testvragen of vraagtekens. Gooi je die kapot, zijn ze voor jou. Iedereen mag maximaal 5 keer gooien. We gaan in dezelfde volgorde werken als dat we net hebben gedaan. En dan 1 keer, 1 beurt per keer. Als je iets hebt kapot gegooid, stopt het spel voor jou. Dan heb je wat je hebt. En that's it. Maximaal 5 keer gooien dus. En dan mag Juri eerst gooien. Je mag op deze hele bovenste cirkel van stenen gaan staan om te gooien. Je hebt een bal plek gekozen. Als jullie dekking willen zoeken, dan kan dat. Ook niets. Niets. Niet kapot. Jullie blijven nog even besparen. Ik zal ons uit de lijden verlossen. Ik moet wel proberen. Hij ligt echt dicht bij die van mij. Oh, je weet het niet, hè, jongen. Nice. Ja! Yeah! Lekker bal. De zwarte vrijstelling ligt uit het spel. Quinten, jij mag niet meer gooien. Iedereen nog één kans om iemand de vrijstelling af te pakken. Toch geld in de pot. €1000. Het ziet wel echt heftig uit jouw boycott. Het is gewoon echt heel veel goede neer. Ja, dat is echt taai af. Jury en Bram, jullie staan er goed voor. Dus jullie, mocht je heel blij van, dan hoeven jullie vanavond niet naar huis. Dus, niet. Mis. Oké, kandidaten. €1000 verdiend voor de pot. Verder niks. Alleen het feit dat Jury en Bram een vrijstelling krijgen. Dus die hoeven vanavond in ieder geval niet naar huis. Want vanavond is de laatste kans om die vrijstelling in te zetten. En daarbij het feit dat de zwarte vrijstelling niet meer in het spel zit. Moet toch een lekker gevoel zijn, denk ik. Die €1000 krijgen jullie zo van. Fijne avond. De zwarte vrijstelling is uitgeschakeld. En die
heb ik hier fijn in mijn tasje zitten. En die had ik heel graag in willen zetten vanavond. Om al die jokers eruit te werken. Ik denk dat ik met die zwarte vrijstelling veel meer zekerheid had gehad om door te gaan. Omdat het dan een eerlijke strijd was geweest. Iedereen moest het puur doen met kennis. En nu zijn er twee mensen sowieso door. En zijn er toch weer jokers in het spel. Wat alles weer net even wat lastiger maakt. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit van de mol. Degene die het minst weet, moet meteen naar huis. Behalve de mol. Denk ik dat ik weet wie de mol is? Ik denk niet met 100% dat ik weet wie de mol is. Ik twijfel nog heel erg tussen Niek en Quinten. Wat ik zelf verdacht vond is ja, dat Laura alleen maar kus had uit de joker. En ja, Niek die zei dat hij 1200 euro had of een vrijstelling. Ja, daar klopt natuurlijk niks van. Dus ja, dat zijn dingen die mij opvielen. Op dit moment verdenk ik Laura het meest. Dus daar wil ik ook wel het meest op gaan inzetten bij de test. Maar ja, of ik alles weet bij de test, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wordt het wel weer gewoon een aantal vragen gokken. Ik ga vanavond niet op één iemand. Ik ga toch nog spreiden. Wat ik echt heel eng vind. Maar ik ga spreiden op Niek en Quinten. Maar wel merendeel op Niek inzetten. Ja, ik heb het sowieso naar mijn zin gehad. De kans dat ik er vanavond uit ga is alleen maar groter geworden omdat ik geen vrijstelling heb. Ik heb wel nog 2 jokers. En de zwarte vrijstelling mag niet ingezet worden, dus die ga ik zeker gebruiken vandaag. En mijn kansen, ik zou het niet durven zeggen. Laura en Juri, 50-50. Jullie zijn nog met z'n 5 over. Moet ik zeggen met z'n 4. Want er blijft natuurlijk 1 persoon die hier de hele week alles al besteld aan het zetten is. Ram, Juri. Jullie hebben een vrijstelling ingezet. Het wil dus sowieso zeggen dat jullie in de halve finale staan. Gefeliciteerd. Verder, even tellen. Zijn er ook jokers ingezet? Vijf stuks. Ik hoop dat het jullie geholpen heeft. Quinten, jij eerst? Yes. Gefeliciteerd, jij staat ook in de halve finale. Laura. De enige vrouw nog. Wordt het wel een mannenfinale. Misschien wordt het zelfs wel een mannenhalve finale. Zullen we gaan kijken? Nee, dat... Niek, zullen we nog even...
kijken ja, voor zekerheid. Helaas. Ja. Je hebt het goed gespeeld. Je mag afscheid nemen. Nick. Ja. Rood scherm. Net voor de halve finale. Ja, helaas. Baal je? Ja, een beetje wel, maar ik zag het eigenlijk wel aankomen. Ja? Ja. Niet een goede mol in. Dachten. Uiteindelijk niet, zo blijkt. Oké. Okay. We zien je graag morgen terug. Ja. Bij de ontknoping. Is goed. Dan weet ook jij het antwoord. Zou je molboekje mogen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Dan bedankt. Ja, graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Jong, Café de Beurs, Albert Heijn Keiweg en Theater de Schelleboom.